Ongeveer een maand geleden probeerde ik de knokker Mandy te pushen naar de rank level 30. Dat lukte toen helaas niet. Ik had de video gemaakt dat ik een uur lang ging pushen en toen begon ik op de 900 trofeeën. En uiteindelijk was de rank level 30 niet gehaald. Ja, een beetje ballen, maar vandaag gaat daar verandering in komen. Ja, ja, ik zal de mobiel er even bij pakken. Want ik ben op dit moment 48 minuten aan het pushen. En we begonnen nu ook op de 900 trofeeën. Maar ondertussen zitten we op de 971 trofeeën. Dus nog 29 trofeeën. En we hebben de rank level 30 Mandy gehaald. Dat is echt wel ziek nice. Ik zal trouwens ook eventjes op trofeeën selecteren. Oh, nu heb ik het andersom. Maar dat betekent dat dat mijn derde rank level 30 gaat worden van dit seizoen al. Ja, meneer P heb ik nou net geen rank level 30. Maar dat maakt ook niet fout. Maar dat is wel ziek nice. Dus hopelijk gaat dat in deze video lukken. Ik ben samen met Scare. Dat is een hele goede speler waarin ik ook in Ranked Master heb gehaald. Dus dat is wel echt ziek nice. En dit is het account van No Riz. Mega veel hoge knokkers. Dat is echt insane. Allemaal rank level 35. Hij zit nu op zijn tweede account. Dus vandaar dat je niet zijn echte zeg maar, profiel nu ziet als je hier naar kijkt. Maar dat is nog wel heel lijp. Hij heeft hier ook allemaal rank level 30's op een tweede account. Maar trouwens, Skert heeft een YouTube kanaal. Linkje staat in de beschrijving. En No Riz die wou een shoutout naar zijn Discord. Dus staat ook in de beschrijving, mocht je dat willen checken. Maar voordat we de rank level 30 gaan halen met Mandy, doe even dat duimpje omhoog. Zouden we de 2000 likes kunnen halen? Zou heel nice zijn, want het kost altijd wel wat werk, dit soort video's. De support wordt gewaardeerd. Vergeet niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En mocht je iets kopen in Brawl Stars, bijvoorbeeld de coin aanbieding of iets anders, gebruik natuurlijk die code MOUS, wordt gewaardeerd. Maar laten we maar beginnen en dan gaan we eens kijken of wij iedereen kunnen slopen. We hebben op dit moment een mooie winstreak. En we zijn op dit moment 50 minuten bezig. Nou ben ik wel even gestopt af en toe. Omdat ik natuurlijk net ook de intro wou opnemen. Dus nou laten we zeggen 5 minuten eraf. We zijn 3 kwartier bezig. Dus dat betekent dat als ik binnen een kwartier tijd nu de rank level 30 ga halen met Mandy. Dan hebben we dat gehaald in een uurtje ongeveer. Van de 900 naar de 1000 trofeeën. Maar ja, we moeten eerst even de tegenstanders vinden. Die hebben we nu gevonden. Dus dan kunnen we gaan beginnen. Het is trouwens wel zo, echt in elke kop zit gewoon een Piper en een Nani. Dat is echt niet normaal. Nou hebben wij helaas geen Nani, dus dat is wel een beetje jammer. Maar Nani is echt mega overpowered in deze map. En op zich, Mandy is ook goed, want het is echt een totaal open map hier zo. Dus dan is het op zich wel chill om Mandy te hebben. Dat was Piper al, dus dat is fijn. Even uitkijken voor die Nani. Maar die moet ook uitkijken voor ons. En dat is het chillen. Ik kan nu door de muurtjes heen schieten. Kijk, en nu is hij echt heel low, die Nani. Even kijken of ik hier om dit hoekje kan staan. En dat lukt net niet. Oké, dat is balen. Had ik misschien nog een gadget voor moeten inzetten. En die Nani is nog steeds niet dood. Nu wel, en dan kunnen we met z'n allen op die brok. Top, en dan hebben we ronde 1 makkelijk gewonnen. Ja, dit is echt de meest open map die je kan hebben, zeg maar, in Brawl Stars. Dat is echt niet normaal. Alleen vind ik die spijkers wel heel irritant. Je moet even leren spelen hoe je dat goed kan doen met die spijkers. Want als je dat een paar keer fout doet, dan ben je ook bijna al meteen dood. Kan ik even kijken. Oh, die Brock die kan ik net niet killen. Ja, dat is zonde. Dat is zeker zonde. Even kijken of we die Nani kunnen hebben. Even die Piper pushen. Oh, nu moet ik uitkijken. Want die Pipers hebben altijd een gadget dat ze je een tweede keer kunnen raken. Dat kon hij gelukkig niet inzetten, omdat ik ook wel snel wegrende. Maar dit wordt wel een spannend potje. Oké, eens kijken of wij door kunnen pushen. We moeten gewoon even één van hun killen. Dan wordt het al een stuk makkelijker. Ik zal hier even stil gaan staan. En dan hopen dat ik een paar keer eentje kan raken. En dat was één hit op Brock. Als ik nog één hit doe, dan heb ik mijn super. En als ik die dan goed inzet, dan heb je vaak wel een kill. Alleen mis ik net die schoten. Dus dat is dan wel weer jammer. En ja, nu heb ik een hit. Ja, dan mis ik hem net op Brock. Oké, dat is zuur. Nu moet ik uitkijken, want ik krijg allemaal damage tegen. En oké, ik ga alsnog dood. Ja, en je moet altijd uitkijken voor het gif. En ik zat net te dicht bij het gif. Dat is met solo en duo showdown wel anders. Dan krijg je wat minder snel damage tegen als jij een beetje in de buurt zit van het gif. Dat is hier in deze mode veel sneller. Oké, ik moet even uitkijken, want dat was een volle hit van die Nani. En dan moet ik nu eigenlijk weer even kijken of ik mijn super kan krijgen. Zal mooi zijn. Even hier een hit op Brock. Ja, dat is ook mooi. En die Nani, die zit hier nu achter de muur. Die heeft nu weinig levens. Maar net te veel. Oh, 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 oh.
Oké. Okay. Oh, dat is net goed gegaan. Ja, dat is wel het chillen van Nani. Als hij zijn super inzet, kan hij natuurlijk niks. Dus dat is wel fijn. En dat was Piper, dus dat is ook chill. En dan zijn we nu nog met één tegenstander over. En die moeten we nu killen. En dat doen we ook. Dan hebben we de eerste game gewonnen. Haha. Let's go. Dat is nice. Oké, en dat betekent dat we nu nog 2 potjes moet winnen. Ja, nog 2 potjes en we hebben het gehaald. Dat komt door de winstreak die we op dit moment hebben. Ik heb een 6 winstreak. Dus als we nu 2 potjes winnen, krijgen we in totaal 2 keer 11 trofeeën erbij. Dan hebben we voldoende. Oh, nice. Dan gaat het gewoon lukken in een uur tijd. Dat is wel echt ziek nice. Oké, tegenstanders zijn gevonden. We spelen met random teammates. Dat zou wel kunnen betekenen dat je 2 dezelfde tegenkomt, maar dat is nu niet het geval. En we hadden net ook een game dat we 2 Pipers tegen ons hadden. Nou, en Piper is mega overpowered, dus dat is wel een beetje shit als je dan 2 Pipers tegen je hebt. Even kijken, dat was net op Nani. Ja, maar die Nani doet zoveel damage. Oh, dit is lekker. Dit is lekker, ik moet er even uitkijken. Oké, top. Dan heb ik dat net overleefd. Maar dan staan we al lekker voor, dus dat is wel heel chill. En dat is ook fijn. En dat betekent dat we alleen nog die Nani hebben. En die is ook al gekild. Lekker boys! Oké, dit gaat gewoon lukken. Nou, nu moet ik niet te vroeg juichen, want we moeten hierna nog een game winnen. En we moeten hier trouwens ook nog 2 rondes winnen. Dus ik kan nu wel gaan juichen. Maar ja, ik heb wel het idee dat dit wel goed gaat komen. Want we zijn nu al 3-1 bezig. Ik kan hier even met mijn gadget door de muur heen schieten. En dan hebben we hier alweer een kill te pakken. Yo, dit gaat op dit moment echt mega lekker, jongen. Dit is echt niet normaal. Zijn deze tegenstanders een beetje goed waar we tegen moeten? 46.000 trofeeën, 58.000. Nou, het is natuurlijk niet alleen trofeeën waar je naar moet kijken. Er zijn ook heel veel andere factoren of iemand natuurlijk goed is. Want Skert heeft minder trofeeën dan wat ik heb. Maar die is veel beter dan wat ik ben. Dat is echt niet normaal. Maar laten we doorgaan. Nog 1 game. En als we deze winnen, dan hebben we de rank level 30 gehaald. Dus hopelijk gaat dat meteen lukken. Dat zal wel echt heel erg nice zijn. En als het gaat lukken, gaan we het ook nog halen binnen een uur tijd. En dan heb ik ook nog een intro erbij opgenomen in die uur tijd. Dus eigenlijk is het dan nog minder dan een uur tijd. Maar ja, we moeten eerst even een team tegen ons vinden. Want op dit moment gaat dat een beetje langzaam. Is natuurlijk logisch. Hoe hoger je komt, hoe langer je moet wachten voordat je een match hebt gevonden. Nou valt 1000 trofeeën nog wel mee, maar als je rank level 35 spoest, dan kan je soms gewoon een paar minuten wachten voor een game. Maar we hebben een game gewonnen. Piper, Angelo, Nani, dat is ongeveer het beste team qua knokkers wat je hier kan hebben. Maar hopelijk gaan we nu halen. Zou mooi zijn. Ja, dat zou zeker mooi zijn. Even kijken, hier een hit. Oké. Die Piper heeft nu al een gadget gebruikt. Dat is niet het meest slimme wat je kan doen. Maar ja, moet hij helemaal lekker zelf eten. Hier even uitkijken voor die Nani. We kunnen nu wel ietsjes gaan pushen. En wat gaat die Nani doen? Heb ik hem? Nee, maar ondertussen heeft Piper hem wel. Of no risk eigenlijk. Ja, dit is de tweede account waar hij op speelt. Maar ronde 1 hebben we gewonnen! Nog 1 ronde en dan hebben we de rank level 30 gehaald. Dat is wel echt een ziek nice. De laatste tijd push ik wel steeds meer rank level 30's. Het gaat ook iets makkelijker. Weet je, vroeger had je geen winstreak. Dus toen moest je natuurlijk elk potje de hele tijd winnen. En dan kreeg je maar 6 trofeeën erbij. Nu met winstreaks, als je een paar potjes achter elkaar wint, dan gaat het veel sneller. En natuurlijk helpt het ook dat ik gewoon een paar hele goede teammates heb. Ja, dat helpt ook zeker. Oh, het is nu ondertussen 2-2. Dat is een beetje balen. Waar is die Nani ondertussen? Ik zal even kijken of ik hier wat hits kan doen. En die Nani, heb ik die daar geraakt? Ah, ah, dat was stom. Dat was stom. Ik had denk ik iets defensiever moeten spelen. Skert is eentje tegen 2 anderen. Zal wel heel lijp zijn als hij dit nog gaat winnen. En anders moeten we de volgende ronde maar winnen. Maar misschien als Skert dit wint, dat we het nu ook al kunnen halen. 1-2. Dat is bijna niet te doen meestal. Maar ja, je weet het nooit hè. Skert is gewoon een mega goede speler. Dus dat zal wel heel lijp zijn als hij dit nog gaat halen. Tot nu toe doet hij dit hartstikke goed. En hij had die Angelo ook nog gewoon bijna gekild. Net niet. Oké, maar dan moeten we nu even zorgen dat we deze ronde wel gaan winnen. Want ik wil die rank level 30 eigenlijk het liefst nu halen. Ik ga even kijken. Hier mijn super. Ah, shit. Ik hoopte dat ik die Piper zou killen. Is helaas niet gebeurd. Ja, dat is zonde. Dat is zonde. Moet even oppassen voor de super van Nani. Want die kan die zometeen ook gaan inzetten. Ik denk namelijk dat hij dat nu zometeen gaat doen. Dat doet hij inderdaad nu zometeen. Even hier een hit. Ja. Oké, dat is mooi. En dan even kijken of we die Angelo hier kunnen hebben.
En dit is in principe niet prima. Oké, gelukkig kan Piper daar meteen een kill maken. En dan is het nu afhankelijk van mijn teammates of we dit gaan halen. De rank level 30 of niet. Skye en Oris hebben het nu in handen of ik een rank level 30 ga halen op mijn account. Ja, want ik kan nu niks meer doen. Zieke kill van Piper. Dan is het nu 2 tegen 1. En die Nani die moet nu dood en die gaat ook dood. Haha, let's go. Oh, dat laatste potje ben ik echt ziek hard gecarried. Trouwens, wel meer potjes ben ik gecarried. Af en toe deed ik ook wel leuk mee, hoor. Maar af en toe waren de potjes die ik speelde niet zo best. En dit was daar één van. Maar we hebben alsnog de rank level 30 gehaald. Haha, lekker man. Dat is wel echt heel erg nice. Skert bedankt. En Norris ook bedankt. Misschien gaat Norris nog even joinen op zijn hoofdaccount. Dat doet hij inderdaad. Dat dacht ik al. Kijk, met hem heb ik dus gespeeld. Dus dikke shout-out naar hun allebei. Bedankt voor het spelen. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken. En dan heb ik tot slot nog één ding te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Heb jij ook zo donders genoten van deze video? Dan vind je de video die hier komt te staan waarschijnlijk ook wel leuk. Dus zeker weten even checken we uit. En abonneer. Dan blijf je natuurlijk op de hoogte van al mijn video's. Dan word je lid van de Bowser Army. Doen hè!